Kijk de keer hier. Ongelooflijk, hè? Nieuwe ruggengraat. Het is alsof dat je daar nu energie in stopt. Hè? Dat object slort dat precies op. Al die beweging dat je daarop doet, dit soort aandacht dat je daaraan heeft, dit kruipt in het object. Ik geloof dat toch. Dat daar echt in kruipt. Antropoloog vraagt aan een sjamaan, waarom doe je wat je doet? Wat ik denk, die eigenlijk ook aan de kunstenaar moet gevraagd worden, waarom doe je wat je doet? Dat is een hele belangrijke vraag, die soms wel vergeten wordt. Maar dus men vroeg aan die sjamaan, waarom doe je wat je doet? En die sjamaan antwoordt, ik ben door een god ziek gemaakt. Die god wist dat ik sterk genoeg ben om mezelf te genezen. De weg die ik afleg om mezelf te genezen, daar zal ik verslag van uitbrengen. En dit verslag zal eigenlijk ten dienste zijn of van nut zijn voor heel de gemeenschap. En toen ik dat las, dacht ik onmiddellijk, dit is de taak van de kunstenaar of van de goede kunstenaar. Ik ben nog niet zeker genoeg. Voilà. Ik ga nu die rug bijwerken. En dat is schoon, hè. Zijn zij.
Tjuh, dat is gewoon, hè. Fuck. Ik ga dat hoofd misschien hier naartoe draaien. Zie je het? Eind jaren 70, begin jaren 80 vluchtte ik het huis uit en sliep ik op straat. Omdat de agressie thuis niet meer mogelijk was. De deuren werden ingestampt. Ik moest mijn moeder beschermen. En vanaf dan wist ik, en ben ik ook voor een stuk een beetje bang geworden, en wist ik, de systemen die bestaan om andere mensen te helpen en te ondersteunen, die systemen hebben mij hier in de steek gelaten. Er is geen sociale controle die tot hier binnenkomt in het huis en ziet wat er gebeurt. Er is geen enkele instantie die binnen deze zogezegde luxe maatschappij hier mij nu beschermt. Niks. Dus mijn eenzaamheid is dan zo groot geworden dat je dit niet meer kan voorstellen hoe erg dit is. Ik doe er misschien onrecht aan om deze dingen hier te vertellen, maar ik vertel er ook onmiddellijk bij dat het een goed man was en dat het iemand was die eigenlijk last had van zijn eigen overgevoeligheid. En die overgevoeligheid die heb ik geërfd. En daarmee moet ik nu zien in het reine te komen. Zonder alcohol. Weet je, Leenbroek heeft van die heeft zo'n horizontale figuur gemaakt van een kruipende man. Het drama van de Eerste Wereldoorlog. En enkele jaren nadat hij dat beeld gemaakt heeft, heeft hij zich gezelfmoord. En ik ben nu misschien blij om te kunnen zeggen tegen jullie hier dat ik daaraan ben kunnen ontsnappen en dat mijn beelden leven hebben gebracht. Ik wil zeggen, het is alsof dat ik het werk van Willem Leenbroek verder zet. Waar hij gestopt is, waar zijn figuur kruipt, het hoofd tegen de grond legt en geen enkele mogelijkheid meer ziet. Vanaf dan start het en laat ik die figuren terug leven en geleidelijk aan stappen. Na al die jaren blijft die vaderfiguur maar ronddraaien en ronddraaien in die hersenen. En hij is al lang geen vijand niet meer, maar hij is er nog altijd. En dit heeft daarmee te maken. Mijn vader was die kruipende figuur die Leenbroek maakte. En ik wou hem waarschijnlijk recht helpen en verder laten stappen. En ik wou zijn alcoholverslaving geen einde laten zijn. En dat is mij niet gelukt. En ik ben daar heel... eigenlijk wel angstig en ziek door geworden op een bepaald moment.